Mijn eerste dag ooit bij Ajax. Die trainer brengt mij naar de kleedkamer, gaf iedereen een box. En iedereen zei, ja, fucker Josh. Het is tijd voor Ziggo Have a Seat en vandaag is mijn gast... Joshua Pijnade. Joshua, sinds 2015 ben je al hier bij Ajax. Ja. Weet je nog wat je dacht toen Ajax jou wilde hebben? Ja, het was echt, echt een leuk moment. Ik was echt blij, de hele familie was daar. Iedereen weet, ja, Ajax is de beste jeugdopleiding in de wereld. En als je wilt jezelf ontwikkelen, je moet naar Ajax gaan. En toen je voor het eerst in Nederland kwam, wat dacht je toen? Fietsen in Amsterdam. Ik stapte uit mijn hotel en ik keek naar links en dan ik zag 10 fietsen om... Ja. Ja, en dat was mijn eerste moment. Zag je zitten? Ja. Ik heb eentje thuis, dus ik ging gisteren een beetje oefenen. Joshua, ik heb de eerste vraag voor je. Mm-hmm. Dit mis ik het meeste aan Amerika. De California sun. Maar ik mis ook natuurlijk mijn vrienden, mijn familie. Hoe is dat om zo jong ergens anders naartoe te gaan? Wel moeilijk. In het begin, je moet een nieuwe taal leren, een andere cultuur, een ander land. Ja, mijn ouders gingen mee, mijn broer ook. Dus als ik alleen moest gaan, ja, dat zal ik nooit overleven. Mijn nieuwe taal, je spreekt echt goed Nederlands. Was het moeilijk? Ik heb, ik denk, alleen 1 jaar Nederlands geleerd in school. Maar ik ging veel meer Nederlands van mijn teamgenoten leren. In deze film had ik de hoofdrol willen spelen. Rocky. In elke film, hij doet iets echt gek voor die gevecht om te trainen. Het zou echt leuk zijn om dat te filmen. Dit liedje zing ik altijd onder de douche. Ik zing nooit onder de douche, want ik wil niet dat mijn ouders of mijn broer mij horen. Maar ik zing wel op de fiets. Ik doe mijn oordopjes erin. Ik kan mezelf niet horen, maar ik weet zeker dat andere mensen kunnen me wel horen. Ja, luister je ook Nederlandstalige muziek? André Hazes of zoiets? Iedereen hier kent die... Bloed, zweet en tranen. Ja, ja. Ik heb ook die woorden geleerd. Die zijn ook gewoon leuk te, mee te zingen met de hele team. Dit vind ik de gekste Nederlandse gewoonte. Die vuurwerken hier. Mensen en ook kinderen. Ze schieten die vuurwerken in het midden van het straat. Maar het is wel leuk te, van mijn huis te zien. Ja, maar binnen. Ja, binnen. Dit is mijn favoriete eten. Ik kook heel vaak voor mijn familie. Dus ik vind alles wat ik kook echt lekker. Eten ze het op? Mijn broer niet. Deze teamgenoot overleef ik nooit op een onbewoond eiland. Liam van Gelderen. Hij is zo grappig. Ik zal niet kunnen focussen op hoe we gaan overleven. Dit vind ik het moeilijkste Nederlandse woord. Mijn eerste dag ooit bij Ajax. Die trainer brengt mij naar de kleedkamer, gaf iedereen een box. En iedereen zei, ja, fucker Josh. It sounded to me like they were insulting me to my face. But now I know, okay, it's just saying what, hello, what's up. It's something, it's better. Dan ga je nu zitzak werpen. Ja, ja, ja. Hoe ver? 11,80 meter. Ik vond het een mooie worp. Ik ook.